Hoofdstuk 18 gaat weer over arbeid en energie. En 18.5 gaat over movement en rotation. We hebben een spoel met een massa van 60 kilo en een radius of gyration van 0,3 meter. We willen weten wanneer die bij het loslaten een hoeksnelheid van 6 radialen per seconde bereikt. Op de spoel werken een zwaartekracht naar beneden en die heeft dan een component die evenwijdig aan de helling loopt. Dat maakt een driehoekje met een hoek van 30 graden. Verder hebben we nog de kracht die het touw uitoefent en een wrijvingskracht die de grond uitoefent. We hebben de formule T1 plus de som van de arbeid van u naar 1 is T2. T1 stellen we 0. De arbeid van 1 tot 2 is de zwaartekracht keer de sinus van 30 om die parallele component aan te duiden keer de afgelegde weg S. Dat is dan 9,81 keer 60 keer sinus 30 keer S, levert 294,3 S. T2 is een half mv kwadraat plus een half i omega kwadraat. De i kunnen we uitrekenen met m keer de radius of gyration in het kwadraat, is 60 keer 0,3 kwadraat, is 5,4 kilogram vierkante meter. De snelheid vindt langs het touw plaats en die kun je zien vanaf de spoel met een radius 0,3. De snelheid is dan omega keer de straal, is 6 keer 0,3, is 1,8 meter per seconde. We hebben dan 0 plus 294,3 S plus een half 60 1,8 kwadraat plus een half 5,46 kwadraat, levert S is 0,661 meter.